Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video. De derde video uit de Paper Mario Origami King serie. En we zijn hier in kampie beland en is best wel chill muziekie. Let's go, we gaan eens even kijken wat hier allemaal in dit kamp is, jongens. Kunnen we deze openmaken? Ja! Nog een toad! In de vorige aflevering hadden we onze eerste toad gevonden en dit is de tweede toad die we vinden. What up? Er was nergens een toilet, zegt die toad. Ja, dat is vervelend, vriend. Hoppakee, muntjes. Deze kunnen we ook openmaken. Daar zit ook weer wat in. Hoppakee, we hebben weer genoeg papiertjes. Yo, Koomba, what up, man? Hoppakee, op je bakkes. Kijk, nu begin ik gelijk al met een voorsprong. Dat is lekker. We gaan eens even deze ring pakken. Die verplaatsen we twee keer zo. Ja hoor. Ik mag twee keer aanvallen. Lekker. Hotsie. Hoppa, hoppa. En nog één. Lekker. Mogen we deze gelijk even aanvallen met onze hamer? Hotsa. Ja, dat is goed genoeg. Dit is goed genoeg. La la la. Oh, wat? Gewoon even twee paddenstoeltjes te pakken. Lekker, man. En ik ook op die schommel. Wat is dit? Wat is dit voor beest? Hier, ik heb een beest gevonden. Oh, dit was ook een toad. Hij wilde lekker wat schommelen en toen pakte die toad zijn plaats in. Nou, oké, ga jij dan maar lekker schommelen. Doei. Hoppa. En weer 1000 muntjes. Lekker, zeg. Aan muntjes geen gebrek tot nu toe. Ik weet alleen nog niet wat ik met al die muntjes kan. Oh, kijk, hier kunnen we even chillen. Samen met Olivia, we gaan even chillen. Hallo. Ah, kijk, nu krijgen we onze HP weer terug. Lekker. Oh, dan moeten we even erg inhouden dat we op die bankjes gaan zitten. Nou, dat was gezellig, Olivia. Even een beetje bonden samen, hè. Hallo. Ik zal jou even eruit trekken. Lekker bezig, vriend. We zijn op weg naar de plek waar het kasteel van Peach was. We weten nog niet helemaal wat we daar aan gaan treffen. Maar in ieder geval is de hele wereld in de ban van origami. Ooit waren we bomen en nu gaan we in het vuur. Geeft niet, want dankzij onze as kunnen weer andere bomen groeien. Ah, oh, zelfs het hout is lief in deze game. Oké, battle. Oké, we hebben twee ringacties. Dus we kunnen ze twee keer naast elkaar neerzetten. Ja, dat is dan zo. En deze en die gaan zo. De battles zijn nog niet heel erg moeilijk. We zitten nog echt een beetje in de tutorial fase volgens mij. Het is allemaal nog vrij simpeltjes. Hop, hop, hoppa. En ook dit rijtje zullen we makkelijk verslaan. Volgens mij hebben ze letterlijk maar 5 HP of zo. Dus ja, weet je. Er zitten nu 3 toads daar in het publiek. 3 rode toads. Dus het is nog niet echt nodig dat ze mij aan gaan moedigen tot nu toe. We kunnen het tot nu toe allemaal best wel zelf fixen. En al die muntjes, joh. Wat moet ik ermee? Waar zijn die muntjes goed voor? Oh, kijk, hier is ook een toad. Deze toad zit vast onder zo'n boomstronk. Wat is dit voor eten trouwens? Hier zit eten. Of is dit ook een toad? Zie je, dit is ook gewoon een toad. Nou, eet smakelijk, guys. Hoppa. Van tevoren kan je dus ook op die bakken springen bij die Goomba's. Dat is ook wel chill. Even op de goede lijn zetten. Zo, zo. Even plat stampen. Yes. En even een klap met die hamer. Hotza. Hey, toad, kom eens even uit die struik. Wat zat je daar nou te doen, vriend? Er is echt overal toad, jongen. Nou ja, zolang ze ons gaan helpen, vind ik het helemaal prima. Wat is dit voor een leuk kamphuisje? Oh, wacht. Kijk, we kunnen hier naartoe. Hier is ook weer een tootje. Oh, wacht even. Dit huis leeft ook. De toad die hier woont is nu niet thuis. Eigenlijk is hij al heel lang weg. Moeten we die ene specifieke toad gaan zoeken of is dat deze? Zit hij hier zo vast in die houtblokken dan? Yo, is dit jouw huis? Misschien kan ik zo wel aan de slag als accordeonorkestje. Weet je waarom dat stukje glas er hier anders uitziet? Ik heb geen idee, maar zal ik er eens een klap op geven? Oké, dat helpt niet. Zal ik hier eens wat gooien? Nee, dat helpt ook niet. Zal ik deze even... Nee, dat gaat ook niet. Oh, wat was dat? Whoops. Oké, dat zag ik niet. We moeten dit ook zien te maken hier zo. Ja, bijna. Heel bijna. Nog een klein beetje. Ja, oké. Volgens mij ga ik nog een gieter krijgen of zo. Want kijk, hier zitten bijvoorbeeld ook geen bloemetjes in. Ik denk niet dat ik hier zoiets... Nee, hier kan ik niks opgooien. Ik denk dat ik gewoon echt nog items mis die ik later krijg. Zodat ik later nog terug moet keren naar bepaalde delen in het spel. Want ik denk dat ik namelijk hier ook water op moet gooien. Dit is... Wat is dit? Is dit gewoon het... Toad Scoutings plekje of zo. Ik maak alles verschroeiend lekker. Welkom bij Toad's Schranstuin. Elk blok is van het fijnste hout. Ja, maar die toad is dus kwijt. Moeten we die toad gaan zoeken of zo? Is dat de bedoeling? Toad Dorp. Oh. Oh, dit was oké. Dit is een soort van het restaurantplekje of zo. En dan gaan we nu naar Toad Dorp. Alles draait om de toads in deze aflevering, jongens. Vers papier. Vouw ze in elkaar. Maar daar lagen ook nog andere Goomba's. Dat waren de good guy Goomba's, denk ik. Want die waren nog geen origami. Die waren gewoon nog van hetzelfde papier als Mario. Oh, wacht even. Kijk, nu doen ze wat anders. We kunnen nu de tegenstanders
op een andere manier verplaatsen, blijkbaar. Want als je op L of R drukt, dan kan je ze nu dus gaan schuiven. Dus dan kunnen ze weer... Ja, deze rij wil ik. En dan gaan we nu inderdaad schuiven. Ja, kijk, nu staan ze weer netjes achter elkaar. Kunnen we ze weer allemaal in één keer slopen, jongens. Watsa. Ja hoor, ja hoor. Hoppakee. Uitstekend. Helemaal top. Lekker bezig, Mario. En nog een keer. Yes, yes, yes. Hoppakee, weer perfect, jongen. We hebben gewoon de perfecte score nu. Oké, maar ik ben heel erg benieuwd naar deze Goomba's. Gaan deze Goomba's mij helpen? Jullie zien er normaal uit, guys. We zijn gered. Waarom wilden die Goomba's ons ontvoeren? En waar wilden ze ons naartoe brengen? Waren het eigenlijk wel Goomba's? Ze waren zo akelig gevouwen. Dit is niet ons beste dag, jongens. Maar we zijn gered op Mario. Maar weet je wat? Misschien moeten we ons geschil even opzij zetten. We zijn allemaal van papier. Kijk, dat vind ik ook. Laten we samenwerken. Nice. De enemies gaan ons gewoon ook helpen. Super cool. Jongens, we gaan vouwen bestrijden met stapels. En op af. Let's go. Ja, en de broer van Olivia, Ollie, die is dus inderdaad alle wezens gewoon aan het opvouwen. Potverdorie, joh. Kan je die arme Goomba's niet gewoon even met rust laten? Oké, we zijn wel aangekomen bij Toaddorp, denk ik. We zijn... Oh, wow, 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 wow. Kijk die big-ass Goomba's daarachter. Die liepen ook al in het bos in de vorige aflevering. Nu lopen ze weer daar. Dat zijn waarschijnlijk gewoon een hele hoop Goomba's bij elkaar of zo. Die gewoon allemaal in elkaar zijn gevouwen, denk ik. Dan ben ik echt benieuwd hoe dat dorp er nu uitziet. Zouden er nu nog meer problemen zijn? Het ziet er wel echt super kleurrijk uit. Als het leeft, als alle toads hier gewoon zijn, is het echt super cool. Zo'n mooi dorpje dan. Hallo? Iemand? Wat is het hier verlaten? Ja, dat vind ik ook. Ik vind het veel te stil hier. Ik vind het niet leuk. Wat is er met dat gat? Oh, snap. Het lijkt erop dat het toch iemand is. Deze gast, jongen. Die Goomba is inderdaad veel groter dan dat hij zou moeten zijn. Ziet hij niet uit als origami? En wat is hij aan het doen met dat huis? Echt, hè? Dit is gewoon een robot Goomba. Hij eet het op inderdaad, dat huis. Waarom eet je papier, jongen? Vroeger had je wel van dat snoeppapier. Dat was wel lekker. Maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n huis wel lekker is. Hebben jullie ook van dat snoeppapier? Bestaat dat nog tegenwoordig? Kan je dat nog kopen? Van dat papier wat dan zoet is en wat je kan eten? Anyway, het zegel van de broer van Olivia zit achterop die Goomba. Misschien is het zegel inderdaad wel een zwakke plek. Oké, let's go. Let's go. Kunnen we dat grijpen? Zal ik eerst even opslaan, voor de zekerheid? Nee, ik wil het opslaan. Oh, het mag niet. Ik moet eerst dit doen van Olivia. Kan ik dit slaan? Ja hoor. Ja hoor, ontplof. Ontplof. Oké, kijk uit. Oké, we moeten hem nog een paar keer slaan, denk ik. Ja, nice. Kom dan. Hoppa. Ja hoor. Ja hoor. Oh, wacht. Kijk uit. Kunnen we hem hier slaan? Lekker. Dat deed het hem. De zwakke plek van die papier-maché soldaat was het zegel van mijn broer. Dat moeten we onthouden. Wat deden we hier ook weer? Nou, Olivia die is het helemaal vergeten. We zochten inderdaad de plek waar het kasteel stond. En dat is daar. Maar ja, die brug, jongen. Die brug. Die brug is weg. Oh, kijk. We hebben hier weer een bankje. Dat is chill. Dan krijgen we onze HP weer terug. Hoppakee. 50 HP. Lekker. Kan dit kapot? Nee, maar we kunnen wel hier naartoe. Wat is hier? Hey, Cassie! Wat zit erin? Wat is dit? Oh, dit is weer een embleempje. Fakkel uit Peach haar kasteel. Dat zijn dus de collectibles in deze game die je kan gaan verzamelen. Wat is dit trouwens voor huis, guys? Gevechtslaboratorium. We trainen toads tot ze triomferen. Ja, waar zijn al die toads dan? Oh, hij kan ook niet open. Hij zit op slot. En dit? Is dit een museum of zo? Of is dit het gevechtslaboratorium? Hallo? Is hier iemand? De Super Marino. Is hier iemand? Hallo? Is een van deze deuren open? Jongens, het is nog helemaal dicht hier. Dit zal vast en zeker het museum zijn. Het is hier echt nog veel te verlaten, jongens. Ja, behalve die grote big-ass Goomba's. Even een deurtje maken. En hierin. Kunnen we hierin? Hier kunnen we in. Oké, nu moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Ik kan deze kapot slaan. Hé, wie zit hierin dan? Dit is geen toad. Kom eruit. Yo, hoe is het dan? Wat zijn dat eigenlijk voor gevouwen dingen? Ik heb me hier meteen verstopt toen ik er één zag. Oké, nou, later hè. Mazzel, leuk je gezien te hebben. Kijk, hier kan we ook alvast naartoe. Maar hier moet ik nog helemaal niet zijn, volgens mij. Kan ik hier dan ook al naartoe? Nee. Zeekapitein Toad is er niet, jongens. Oké, laten we kijken. Oh, wacht. Ik wou zeggen, laten we kijken of we... Of we naar dat plein kunnen. Waar we naartoe moeten. Naar het kasteel. Maar eerst moeten we even afrekenen. Auw, met deze Goomba. Dude. Zo, hoppakee. Kom dan. Ik ben hier. Oké, doei. Hallo? Wie zit er in de kast? Ja hoor, het is een Goomba. Kom dan. Oh, wat? Waarom springen jullie helemaal de andere kant op? Volgens mij kan dit. Ja, kijk, dit kan gewoon. Nice. Hop, hop, pappalapam. En...
Hoppakee. Lekker, Mario. Lekker gedaan, jongen. Dit voelt een beetje als Luigi's Mansion, jongens. Dit voelt een beetje als een spookhuisje. Oké, we zijn nu weer op het voorplein. We gaan eens even kijken wat er in dit huisje is. In ieder geval een kistje. Dat is chill. Er zit weer een collectible in de campingluidspreker. Dit is de accessoirewinkel. Die is zeker dicht. Ja, dat dacht ik alweer. Alles waar we daadwerkelijk wat aan hebben is dicht. Kan ik hier al in deze buis? Oh ja, kijk. Oké. En dan warp ik hier naartoe. Ja, en dan zijn we bij die brug aangekomen. Die is kapot. Hoe moeten we nou bij het kasteel komen? Het is niet alsof we zomaar in een ondergrondse buis kunnen springen om razendsnel te reizen. Nou, misschien wel. Misschien gewoon in deze buis. Maar ik ben nog helemaal niet klaar in dit dorp, jongens. Oh, snap! Dude! Waar kom jij opeens vandaan dan? Oké, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom maar. Ja hoor. Ja hoor. Nog één. En nog één klappie. Oh! Ja! Zo, even dit maken. Ja, en dan moet hier in dit huis ook wel iets goed zitten. Want deze Goomba bewaakte niet voor niks het huis, jongens. Wat zit er in de kast? Kijk! Goombatjes! Bedankt dat je ons hebt gered. Hier is een kleinigheid voor de moeite. Oh, dankjewel voor je hartje. Dat is aardig, dankjewel. Oh, zij gaan alleen niet helpen. Oké, wat staat er in dit boekie? Het Origami Festival begint bijna. Ik ben zo opgewonden dat ik briefjes naar mezelf schrijf. Ja, daar woonde dus iemand die heel veel zin had in dat festival. Maar dat festival heeft nooit plaatsgevonden. Ik moet wel even op blijven letten. Hoppakee. En meer. Ik wil wel even alle Goomba's verslaan die hier zitten. Eerst even dit maken. Zo. Ja. Ja hoor. Yes. Gaan we even hier naar binnen. Pakken we even dit hartje op. Nice. Ligt er dan ook nog wat hier in de schoorsteen? Nee. Goomba. Kom dan. Oh, dat gaat niet joh. Dat gaat helemaal niet. Ook moeten we via het raam? Ik denk het wel. Ja, kijk. We moeten via het raam. Nice. Ja, hij stond natuurlijk voor die deur. Yo! Oh, wacht. Hij zag ons niet. Hij zag ons niet. Bam! Kom maar, hoor. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Hoppadepapapalapalam. Nog één keer. Hoppa! En Shy Guy is ook gered. Natuurlijk versla je zelfs de grootste en lelijkste Goomba, Mario. Tuurlijk, Shy Guy. Voor jou wel, vriend. Ik kwam hier om eten te bezorgen. Hé, hey, hij is van Uber. En in zekere zin is dat ook precies wat ik gedaan heb. Maar er staat geen rode Shy Guy meer op het menu dankzij jou, Mario. Graag gedaan, vriend. Ik help zelfs alle bad guys nu gewoon. Geen probleem. Ja, maar alleen eerst nog even die Shy Guy daar bevrijden. We gaan natuurlijk voor de 100%. Hè. Ik weet niet of het lukt of wij het 100% kunnen halen, maar daar gaan we wel voor. Shy Guy! Die wil ons belonen met informatie. Ja, we moeten het riool nemen inderdaad om het kasteel te bereiken. Dat had ik inderdaad al door, want de brug is gewoon keihard kapot. Ah, en hier hebben we toegang tot het riool. Jemig, hier ben ik ook nog niet geweest. Best wel een aardig dorpje dit, jongens. Hoppakee. Kunnen we die kast openslaan. Muntjes pakken. Oké, dan is het nu tijd om te kijken waar deze buis uit gaat komen. Let's go. Waar komen we helemaal... Oh, 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 oké. Okay. Waar komen we helemaal uit, joh? Oh, kijk eens. Oké. Hier zijn we nog niet geweest. Ja. Dit was letterlijk voor 2 muntjes. Pompidompidompidom. Plapla. Oké, let's go. We gaan naar het riool. Oh, niet? Gaan we niet naar het riool? We hebben een speciale punthaak nodig om in het riool te komen. Volgens mij heeft mijn vriend hem nu. Hij is een rode Shy Guy net als ik. Maar ik ben net iets knapper. Gast, heb jij hem? Heb jij die haak? Je had je hem ook wel gelijk mogen geven dan, hoor. Ik heb net gewoon je leven gered, hè? Ik kwam hier om eten bestellen. Nee, je bent het niet. Ofwel, ben jij het wel? Heb jij dat ding wat we nodig hebben? Hij weet niet waar hij het over heeft. De punthaak is hier niet. Kijk maar in het rode stenen gebouw in de haven. Daar heeft hij hem gelaten. Aha. Dus ik moet hier naartoe. En die andere vrolijke snoepert, die heeft gewoon die punthaak. Of grijphaak, of puntige grijphaak, of grijpige punthaak. Heb jij hem? Zou er iets in zitten? Zou kunnen. Die gevouwen lui... Ja, 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 kijk, ja. Sla deze... Ja, kijk, kijk, daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze. Ja, oh, bam. Is dit de haak? Is dit hem? Dit is hem niet. Maar ik kan hier wel mijn vouwarmen gebruiken. Kan ik dit pakken? Nee. Kan ik hier iets pakken? Nee. Oh, wacht, hier, hier. Ja, hier, dit hoekje. Nice. Hatsa! Ligt die hier achter? Ja hoor, ja hoor. Goombas! Sowieso ligt dat ding hier. Hoppakeetje! En de volgende wave, ja hoor. Easy. Dit is weer niet zo moeilijk, jongens. Hoppa! Ja hoor! Dag! Alright. En nu? Deze kan kapot. We kunnen hier... Oh.
Ik dacht dat we hier op konden, maar nee, deze moeten ook kapot. Dan kunnen we denk ik hier op. Daar is die haak. Ik moet dit ding duwen. Ja, zie je wel. Ik dacht het al. We moeten deze hier naartoe verplaatsen. Dan zo. Dan kunnen we hier omhoog. Ja. Yes. Oké. Blokkie. Muntjes. En deze kant. Ja hoor. Paddenstoeltje. En daar is die hoor. Le punthaakie. Een haak om een put mee te openen. Zoals die in Tootdorp. Maar kunnen we daar niet gewoon nog meer mee dan? Oké. Open dat ding. Let's go. Naar het riool. Hoppakee. Oeh. Het is hier lekker donker. Ik snap niet wat er zo geweldig is aan deze plek. Zou je het licht willen aandoen, Mario? Anders gaan we hier niet veel zien. Dat gaan we helemaal doen, Olivia. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickettune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!